Dag Amsterdammers. Maar 2000 kilometer scheiden Amsterdam van Kiev en de dam van het Maidanplein. En door de hartverscheurende beelden en de mensen die in onze stad komen schuilen voor bommen en raketten zijn ze nog dichterbij. Ze laten niemand onberoerd. Opnieuw is er een onzekere tijd aangebroken waarin er een beroep op onze stad wordt gedaan. Een vreedzaam en democratisch land is zonder aanleiding of provocatie binnengevallen. Amsterdam veroordeelt deze agressie en is solidair met Oekraïne. Agressie of intimidatie tegen Russische Amsterdammers is onacceptabel. Want met hen zijn wij niet in conflict, zij horen ook bij onze stad. Voor mensen die waar dan ook ter wereld moeten vluchten voor oorlogsgeweld, moet er in Amsterdam altijd plek zijn. Met verenigde krachten organiseren we nu zo snel mogelijk een veilige plek voor Oekraïners die hier naartoe komen. En met vele uitingen van eensgezindheid en solidariteit hebben veel Amsterdammers zich al van hun beste kant laten zien. Wie wil en kan helpen, bijvoorbeeld door opvang, kan terecht op onze speciale website amsterdam.nl slash Oekraïne. Amsterdammers. Onze stad staat bekend als de stad van vrijheid. Maar deze week woedt de strijd om vrijheid in Kharkov, Mariupol, Odessa en Kiev. 2000 kilometer hier vandaan. Ons hart bloedt voor de inwoners en wij houden hen dichtbij in onze gedachten, door onze woorden en daden.